Wat voor band heb je met Cor? Wat is die band tussen jullie? Nou, als we bij elkaar zijn, hebben we gewoon een heel prettig gevoel. En dat is belangrijk, dat je weet wat je tegen elkaar kan zeggen. En hij is altijd gezellig, hij is altijd leuk, hij is altijd open, vertelt alles. Maar waarom koos je voor hem als assistent? Daarom? Wist je dat zo? Nou, hij heeft een andere opleiding dan ik. En datzelfde heb ik toen met Bert Verlinger gedaan. Ik zoek altijd mensen die tegenovergesteld zijn. Ik ben echt de praktijkman. En Cor had een prachtige schoolopleiding. Dus datzelfde met Bert Verlinger. Nou, ik heb gewoon gemerkt dat dat uitstekend werkt. Dan kende ik Cor al een beetje. Niet echt goed. Maar toen ik hem vroeg, toen vroeg ze niet waarheen of hoe of geld. En hij zei alleen, hoe laat vertrekken we? Dus, en dat is Cor. Hij is altijd gelijk heel erg enthousiast. En later komt natuurlijk er wel bij dat hij... waar gaan we heen, het geld, en dat wel. Maar, had je hem meegenomen als je al de verhalen van, die je hebt meegemaakt wist van tevoren? Ja, want die verhalen wist ik. En kijk, hij was ook iemand die... Toen had hij nog niet echt vast werk. En dan kwam ik hem een paar keer tegen op het vliegveld. En toen zei hij, Dick, als je nog iets hebt... Bij de jeugd of scouting. Ik zei, joh, als ik iets tegenkom, zal ik aan je denken. En zo is hij gekomen. Want hij is eerst scout geworden. En ik belde hem binnen 14 dagen terug. Ja, dat vond hij al geweldig. Want dat was hij ook niet gewend dat mensen iets zeggen en dan nog terugbellen. En wat is zijn waarde op het veld? Als assistent trainer, wat was zijn waarde? Nou ja, het tegenovergestelde wat men denkt, dat hij alles meepraat, is hij juist niet. Ik heb zelfs op de bank... woorden met hem gehad, ruzie met hem gehad, omdat hij een andere mening had op dat moment dan ik. Nou, dat is alleen maar goed. Dat moet natuurlijk niet te lang duren, want anders is die wissel al voorbij. Maar hij heeft zijn eigen mening, hij heeft verstand van voetbal. Heeft het met Jong Oranje uitstekend gedaan. Dat vergeet iedereen, hij heeft er 4 jaar bij gezeten. Nou, en daarna zijn wij aan de gang gegaan, ja, en wij hebben het ook goed gedaan. Maar het bijzondere is dat die band met jullie, dus het heeft jullie gebracht in Rusland, het heeft jullie gebracht, als je naar Turkije gaat, neem je hem ook weer mee. En hij zegt ook altijd, ik heb aan Dick zoveel te danken gehad. Wist je dat van tevoren dat het zoveel was? Ik heb het jullie twee samen gemaakt. Sorry. Wist je dat jij zoveel voor hem betekend hebt daarin? Nou kijk, Cor is een hele open mens. Dus binnen de kortste keer wist ik van alles, van zijn privé en alles af. Dus. Hij heeft me altijd wel verteld dat ik wel op het goede moment ben gekomen. En dat is wel een jongen die dat enorm waardeert. Dat straalt hij ook uit naar iedereen. Zou je hem altijd meenemen naar de volgende club? Ja, maar ik ga niet meer, dus ik kan het makkelijk zeggen. Dat heb je naar Sparta ook gezegd. Ja. Dat is natuurlijk niet heel eerlijk meer. Nee, Sparta is natuurlijk de grootste tegenvaller geweest wat wij nood verwacht hadden. Hè? Een staf met advocaat, met Gim, met Cor. Nou, alle drie die hadden wel wat meegemaakt. En dan toch degraderen, ja, dat had ik nooit verwacht. Nooit zien aankomen. Dus die kwam toch wel, de klap kwam toch wel hard aan. Wat is het mooiste wat je met Cor hebt meegemaakt? Ah, wat Cor ook zei. Ik, iedereen denkt dat het allemaal geweldig is. Weet je wel, Poetin en alle rijkdom en glorie. Maar het is ook een eenzaam beroep. En ik ben sowieso een man die vooral op zichzelf is. Je hebt wat liefst op de kamer zitten, toch? En beelden kijken, wedstrijden kijken. Ja, ook dat, ik vind dat het hoort. Maar ik ging ook regelmatig met Cor uit eten. Maar dat voelde hij altijd wel goed aan. Hij keek altijd eerst naar mijn gezicht als ik binnenkwam. En dan liet hij me even mijn rust of niet. Maar het is gewoon een gezellige man. En daarnaast heel loyaal. Zeg niks over mij, want hij... Hij bijt zijn neus eraf. Nee, dat heeft Geert ook gemerkt, hè? Ja. Ja, vond ik van de oude. Sorry, met alle respect. Waarom ga je dit soort dingen zeggen? Hey, maar één ding nog, hè? Nou weten wij, kennen wij Cor ook goed. En dan weten we Cor en vrouwen, dat weet jij ook. Heb jij nou nooit eens gezegd, Cor, hou nou eens op? Nou, ik had in Rusland continu strijd. Want als we smiddags nu om 5 koffie gingen drinken in een hotel. En dat was in een ander hotel dan waar wij zelf zaten. Als ik dan op zijn stoel ging zitten, dan zei hij, Dick, ik zit op de verkeerde stoel hoor. Ik zei, maar de stoelen zijn allemaal vrij. Hij zei, nee, hij zei maar, ik wil wel graag het gezicht hebben. Ja, mij interesseerde dat niet, dus dan ging ik meer andersom zitten. Maar zo is hij.
Ik moet vrij uitzicht hebben. Hè? Dus, maar het is gewoon een geweldige man om bij je te hebben.